Nou, we gaan vandaag lekker een dagje de natuur in. Lekker dieren voeren en zo. En naar het aardhuis. En jongens, waar gaan we op letten? Leuk, leerzaam, anders, schoon. Hartstikke goed. Dan gaan we maar weer. Mijn tas! Boven was wel heel leuk, want dan moest je zo hard fietsen als een hert. Of kijken of je zo'n goede neus had als een hert. Ja, dat was wel leuk. Je kon ook mensen erg niet spelen. Het was wel wennen, want ik heb nog nooit echt eigenlijk een wild hert gezien. Stekker, volgens mij heb ik helemaal geen herten gezien. Dus ik vond het wel heel leuk, ja. Toen ik die herten voor het eerst zag, dacht ik bij mezelf, want er lag er één op de grond en er stond nog een andere. En toen dacht ik van, wow! Ik wist eerst niet waar ze zaten, maar toen keek ik met mijn verrekijker ergens tussen die bomen en toen, wow. Gewoon, die zijn best wel dichtbij. Het was nog best wel ver weg. Met de verrekijker kon je ze niet zo heel goed zien. Maar en toen gingen we naar die uitkijkhut. En dan moest je dan door zo'n klein spleetje kijken. En dan kon je, die stonden gewoon op 10 meter afstand of zo. In plaats van 100 of en zo. Dus dat was wel gaaf. Vooral die met die, weet dat? Gewei. met dat gewei en zo. Dat vond ik wel heel gaaf om te zien. Een gewei weegt 10 tot 12 kilo. Dus een totaal 24, 20 kilo op zijn hoofd. En dat is wel veel. En na een tijdje valt één gewei eraf. En dan heeft hij nog één gewei over. En dan loopt hij helemaal zo schuin de hele tijd. Ik vond de wandeling wel leuk. En toen de herten eten kregen, vond ik ook wel grappig om te zien.
ik, Suzanne, Jasmine en Marin mochten ze voeren. Dat was wel heel erg leuk. Alleen ik raakte één, de allergrootste zwijn. En die keek naar me en die deed dit. Dat was wel heel erg eng. En we hebben de herten gevoerd. Nou, ik niet. Bram, dat was de gids. Dat is ook wel grappig. Toen zei hij tegen mijn naamgenoot. En we hebben nog in het huis zelf gezeten. Het zwarte huis. Aardhuis. En daar kun je naar vogels. Ja, dan zie je een bordje met een naam erop. En daar kun je in een gaatje kijken. En dan zie je die vogel als opzetting. Nou, jongens, we zijn vandaag bij het aardhuis geweest en we hebben heel veel dieren gezien. Wat hebben we allemaal gezien? Herten, tamherten, edelherten, wilde zwijnen, vogeltjes en... Heel veel insecten en rupsen die Jasmine in mijn haar gooit. En Bram, hoe voel je dat? Die zwijnen. Die vond ik wel een beetje bezig waren. En die herten vond ik wel heel leuk. Want ik ging met mijn verrekijker ging naar eentje kijken. En die ging recht naar me aankijken. En toen deed hij in één keer. Doe dat nog eens. En wat is dat dan? Gapen. Oh, gapen. Oké. Okay. En Orfeo, jij kreeg een knipoog van een van die herten, of niet? Ja. Ja, nou, dat was wel vreemd, ja, want hij ging opeens met één oog dicht en ik dacht, oh! Maar wat vond je van de herten? Leuk, mooi, schattig, cool. En Jess, wat vind jij ervan? Ik vond ze echt heel erg mooi en vooral met de verrekijker kon je ze wel erg goed zien. Ik vond het wel mooi. Leerzaam. Hebben we vandaag wat geleerd? Volgens mij heel veel. Heel veel. Over de dieren en... Over het gewei van een hert. En we hadden ook een speurtocht en daar leerde je ook weer vragen. Ik vind leren wel een 10, want ik heb nog nooit zoiets leerzaams gehad bij een huis of een soort park. Dagje uit, zeg maar. Ja. En wat vinden jullie voor cijfer? Een 10. 10. Ja, oké. Okay, een 10 hoor ik. Een 10 voor leerzaam. Dat is ook de hoogste cijfer wat leuk. Nou, we hebben heel erg genoten vandaag. Jullie hebben... Een van de hoogste cijfers tot nu toe gekregen. En we hebben een oorkonde voor jullie. En die gaat Orfeo nu aan je overhandigen. Hartstikke leuk. Bedankt. Dankjewel, jongen. Ja, dankjewel. Naamgenoot, bedankt. En jullie heel erg bedankt hier voor het kijken. En hopelijk tot volgende week.